zonder op de grote heren. Volle overlieden. Daar gaan we. Desmond stays at home and the pretty. Het is toch gezellig, een orgel in de stad. Hartstikke leuk. En ook nog een nummer van de Beatles. Opla die, opla da. Maar daar gaat het allemaal niet om. Wie kijkt naar Smullen met Wim. De grote finale, het grote spektakel. We komen vandaag mensen tegen. Zo leuk, zo fraai, zo gezellig. U gaat het allemaal meemaken in het programma Smullen met Wim. En dan gaan we een paar dagen op vakantie. De grote finale. Waar gaat de reis naartoe? Naar Beterhoren. Naar Beterhoren? Ja, ja. Dan moet ik eigenlijk met u meegaan naar Beterhoren. Dat moet ik ook doen. Nee, maar bedoel de vakantie. Niet op vakantie. Niet? Nee, fijn thuis blijven? Fijn thuis blijven. Fijn thuis, ja? Ja, ja. Lijkt me je beste. Ja? Ja. Ook goed. Oké. Hoi. Ik moet gaan naar Beter lopen. Klaar uit. En baas ook niet op vakantie? Nee. Gewoon in de vakantie. Het brandt overal. Het brandt overal. Ja. En het invuurde, de houtskool wordt billiger. Dat klopt. Dat is gelijk wie. Nee, maar dat is toch erg. Ja, tot zo het gebeurt de laatste tijd. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Hè? Die arm nu die wat hoe ze alles kunnen in de hens. Dus je zo oorlog is. Ja. Je raakt nog alles kwijt. Ja. Ja, wie kunt dat dan? Zou het toch in de temperatuur liggen? Zou het dat weer liggen? Zeggen ze op dingen, zou het aangestoken zijn? Ja, misschien op één plaats, maar het brandt overal, hè. Ja. Het is niet op één plaats. Ja, ja. Ik vind het erg zo. Wat doen we eraan, hè? Ja, nou, niks eraan. Niks. Maar dat is wel de eenheid, hè. Ze komen van alle landen komen ze helpen, hè. Ja. Maar de lui die het huis verbranden en alles, die zijn het toch maar kwijt. Ja. Hopelijk komt toch een fonds voor dat ze wel eens nu kunnen bouwen. Ja, ja, het is te hopen. Goed zo. Allah. Adieu. Een van de grote actievoerders altijd, die altijd op de barricade staat. Benny, ik heb begrepen dat er een grote protestmars komen vanwege het sluiten van het beddenhuis. Exact, het is schandalig, het is ronduit smerig. En nog een keer is met alle afdelingen, alle fracties, het gaat boven de partijbelangen uit. Hè. Maar het gaat niet alleen over Heerlen. Nee, het gaat over hele Zuidoost-Limburg. Bijna 300.000 inwoners, die worden benadeeld. Dus het wordt een hele grote demonstratie. Met allerlei partijen, alle partijen, de fracties ook, in Heerlen gaan we de straat. Ja, maar ook die van Landgraaf gaan ja, mee, zeker, ja. En van alle, kerkraden. Ja, ook allemaal die betrokken bij de zorg, alles, ja. Alles gaat mee. Ja, er wordt tijd. Dus, ja, maar je wonen er veel mensen. Ja, zelfs als je in Vals woont, moet je zitten aan dat ziekenhuis. 300.000 mensen worden daardoor benadeeld. Afdelingen sluiten. Dat is niet normaal. De eerste hulp, de beddenafdeling, Sittard komt geld tekort en daardoor wordt heel afgebroken, het ziekenhuis althans. Dat heeft te maken met de verzekering. Ja, zeker, de verzekeraad. Geld hier. Verzekeraad zijn de grootste oplichters. Ja. Ja. Nou, dan maar op de barricade. Nee, maar goed. Maar wanneer is het? 23 september. Is dat maar we moeten eerst afwachten, vergunningen van de burgemeester. Ja, ja. Dat allemaal. Maar dat zijn toch vredelievende demonstraties. Ja, tuurlijk, wat denk je? Ja, ja. Nou, het zou wel duizenden mensen opleveren, hoor. Ik denk... Het wordt ook tijd. Ja. Ik vind het dat is erg. Maar goed, dat gaat boven partijbelang uit, wat je eerder zei. Ja. Ja, dus ja. Alle fracties zijn heerlijk doen mee. Allemaal samen. En de Landgraaf Brunsum. Het gaat voor één doel. Ja. Het ziekenhuis moet blijven. Echt blijven. Stop de sloop. 27? 23 september. 23 september. Ja. Wim, hoi. Ja, dan kom ik toch zomaar eventjes Maurice Rowan tegen. De grote man achter de Limburger boeben, maar nog veel en veel en nog veel meer. Ja, nog heel Maurice, veel. Maurice, schiet los. Heel veel meer, hè, Wim. Dus, Podiumvuur, Limburger boeben. Vuurwerk, evenementen organiseren. Ja. En, ja, want we hebben het even over evenementen organiseren. Je hebt een evenement in deze dagen over een paar weken. 25 en 26 augustus hebben wij het tweede Landgraaf Open Air. Voor de tweede keer? Voor de tweede keer in Mondenvaarde. Ja. Met heel veel keur aan artiesten. Twee verschillende dagen. Eén dag 90's en de andere dag Oostenrijkse party. Aha. Lekker. En gaat het goed samen? Jazeker, dat gaat heel goed. Vorig jaar is het super geslaagd. Ondanks het weer hadden we een hele leuke avonden.
ondanks het weer met de regen erbij. En we hopen dit jaar wel wat beter weer te hebben. Daarvoor zijn we wat eerder. En hoe werkt dat? Moet je kaartjes kopen? Je kunt naar de website van ons gaan. En dat is? www.landgraafopenair.nl. Daar staat het hele programma op van de artiesten. En daar staat ook een link op waar je de tickets kunt kopen. Een ticket kost 15 euro. Oh, dat is wel mooi. En dan hebben we... En kun je ook een paspoort toe voor allebei de dagen? Hebben we nog niet. Dat gaan we volgend jaar wel doen. Allebei de dagen 15 euro? Allebei de dagen is 15 euro. En de vrijdag hebben we verschillende artiesten zoals Calvin Horsch. Topzanger! De band Fout hebben we ter plekke. DJ Marco. Die kennen we iedereen van Las Vegas. Discotheek Las Vegas nog van vroeger. En niemand minder als Frans Steunis hebben we ook in het programma staan. Nog. Ja, dat is op de vrijdagavond. Jongens, het beste zet wat je doet, Frans Steunis. Als die begint, is er meteen stimmung in de boel. Is superleuk, ja. En we sluiten ook af met een vuurwerk het 's avonds. Aha. En de zaterdag hebben we een Tiroler party. Met de Badse Klatsers, Alpenfever, Huttenspaas, wij als Limburger Boeben. En uit Oostenrijk hebben we Alpen. Volksbeat hebben we dan. Dus die komen ook eventjes, hebben we ook een leuke party. Jullie pakken flink uit. Ja. En het gaat achter elkaar door of zitten er ook pauzes in? Het gaat gewoon eigenlijk achter elkaar door. En het speelt zich allemaal op één podium af? Ja, op één podium. Niet dat het verdeeld is door het park? Nee, het staat gewoon allemaal één podium bij de Pirate Splash wat we hebben. Een beetje tropisch aangekleed is het allemaal, dus het is eigenlijk Oktoberfest in zomer, hè? Ja, dus dan moeten ze eigenlijk ook allemaal in de Oktoberfestkleer komen. Ja, de zaterdag wel, dat is het mooiste. Ja, ja. En de vrijdag gewoon, weer de 90's party, hè? Ja, foute 90's party hebben we dan, hè? Terug naar de kleding van de jaren 90. Ja, hè? Precies. Ja, ja, ja. Nou, ik wens jou heel veel succes. Zal lukken. Je moet nog heel veel folders uit gaan delen. Ja, nog eventjes wat foldertjes uitdelen, hè? Dan, en ik zou zeggen, zet hem op. Komt en goed. Zorg dat je de target altijd op naar de derde keer. Dat zeker. Adieu. Adieu. Gaan we nog op vakantie? We gaan nog op vakantie. Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Ardennen. Naar de Ardennen? Ja, maar naar een hut of zo? Of, Gewoon naar een huisje. Naar een huisje. Gewoon naar een huisje. Wat leuk. Ja, toch? Alleen of met een groep vrienden? Met de vrienden. En wat geeft allemaal met? Wat geeft allemaal met? Alcohol, nee? Bietje. En een tas. Oh. Nee, want die Hollanders die hebben allemaal slechte reputatie, zit die op een bouw in Mallorca, zijn ze al aan het schellen over de Hollanderen. Ja, wat was er gezegd? Het zijn Hollanderen, hè? Dat is toch geen idee, toch? Je zit toch in de buitencategorie, ja. Fijn vakantie! Ja, we zijn ook even het Park Romana naar binnen gelopen. Dat is het nieuwe park wat de heerlijk gemaakt heeft voor het gemeentehuis. Maar hier ligt eigenlijk nog alles een beetje erbij, want ze gaan hier nog opgravingen doen. Ze gaan hier nog kijken naar oude kunstschatten van de Romeinen die wat hier nog zitten. En voorlopig heb ik het zo even ingericht. Hartstikke leuk. Kinderen kunnen in het zand spelen. Ik ben eigenlijk ook wel een groot kind. Ja, en hier nog een vuurplek. En tussendoor doen ze opgravingen. Echt een aanrader om hier eens eventjes te gaan zitten. Heerlijk. Ik ga even het zand spelen. Och, dan kom hier maar aan. Eens even kijken wat deze mevrouw hiervan vindt. Waar gaat u naartoe? Naar India. India? Ja, precies, India. Echt waar? De eerste keer? Of, nee, dat is al de meerdere keer. En als u dan terugkomt, zo'n zwarte stip hier? Een zwarte? Ja, dat hebben die toch allemaal? Dat is een rode stip. Oh, een rode stip. Ja, ja. Hé, hey, wat leuk. Naar een bepaalde plek? Of rondtrekken? Een hele rondtrekken, ja. Maar jullie zijn het plein aan het Ja, we zijn het plein. Wij zijn hier van de Regio TV en we nemen alles mee wat we tegenkomen. Ja, leuke mensen. Mensen die naar Indië gaan. Ook om een olifant zetten. Nee, dat moet je niet doen. Zielig die van moet die je, die moet je gewoon laten leven. Ja. Nee. Maar waar begint het dan? New Delhi? In Delhi, Delhi, ja, ja. En dan helemaal rond? En dan naar boven, naar Himachal Pradesh. Maar backpacking of... Deels backpacking, ja. Ja, is dat niet gevaarlijk? Nee. Ik heb een goede gids. Ah, nou. Ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, dankjewel. Steek van allerlei dingen op. En nog even spelen, hè? Ja, dat hebben we al gedaan. Ik heb net in de zand gezeten. Ja, dat is heel goed. Allee, succes. Ciao. Bye. Meneer, van welke omroep bent u? Ja, daar laat ik me eigenlijk niet over uit.
Was maar een grapje. Lukt het allemaal met meten? Hebben ze alles goed gezet? Dan moet het gewoon een beetje in de kant. Ja, dat moeten we, nog, dat moeten we afwachten. Dat moet nog eerst uitgelezen worden. Dat kan ik van hieruit niet zeggen. Ja. Ja. Zeg maar, zoals landmeter, word je daarvoor opgeleid of rol je daarin? Dan rol je in en dan word je voor opgeleid natuurlijk. Ah. Ja. En wat, het gaat tegenwoordig allemaal? Het gaat allemaal digitaal. Je hoeft eigenlijk niet meer veel te doen, hè? Nee, eigenlijk niet. Je hoeft eigenlijk nog niks meer te kennen. Maar waar richt je er nou op? Ik kreeg op de hoeken van de gebouwen, op de, alle hoeken, ja, de bestratingen, de rondingen. Ja, ik ben in feite het nou in aan het tekenen. Maar dit apparaat doet het allemaal? Ik doe het. En wat hier staat? Wat is dat? Dat is het mede-instrument. Dat is de bediening. Oké. Okay. En dat is de GPS, dus ook het mede-instrument. Dus het gaat allemaal... Het gaat allemaal digitaal, dus. We hebben weer wat geleerd. Ja. Kijk maar op, dan binnenkort over 5 jaar staat een robot hier, dan hoef je helemaal niet meer te komen. Ja, over 5 jaar, dan is het echt 4 punten wolken. Dan vliegen ze met het vliegtuigje over, leggen er net overheen en dan zijn we overbodig. Maar kom je ook wel eens dingen tegen wat helemaal niet klopt? Ja, zeker. De kadastrale lijnen, dat het niet klopt, ja. Er fouten zijn gemaakt. En moet je aangepast worden? Ja, dat is op mijn niveau niet. Nee. Dat beslissen andere mensen. Hey, ik vond het hartstikke interessant. Jo, dankjewel. Dit is leuk. In Heerlen, de burgemeester van Weert. Ja. Oud-burgemeester van Landgraaf. Ja, dat klopt. Jong, wat is hij? Ja, ik moest eens met Gert Luijen komen kallen, dus dat heb ik allemaal gedaan. En hebben ze de targets gehoord? Hebben ze alles binnengehaald wat ze binnen moesten halen? Nou, veel in ieder geval. Ja. Het was in ieder geval een goed gesprek. Laat ik dat even voorop stellen. Hé, hey, maar missen hier het zuiden niet? Ja, goed, kijk, toen moest ik afkomst zeg ik nooit verloochenen, dus toen mocht ik dat wel doen. Ik moet eerlijk bekennen, ik de kom beste, nog van... De beste van Heerlen? Ik ben van Heerlen, ben van de hele baan. En ik heb gelukkig nog mijn ouders en mijn schoenouders ook nog gewoond. Hey. Ja. Die woonden vlak bij de watertoer op de hele baan. Dus daar ben ik vanochtend nog even... Watertoeren is ja, dat is hin. Dat hin, maar dat weet nog wel mooi verbouwd, dat kunnen hoe zijn. Ja. Dus dat is mooi. Nee, dus ik kom regelmatig nog wel naar het zuiden. Ja, want ik zorg toch ook een park, City Life was ook van de partij. Zeker weten, dat is toch wel een mooi festijn. Hé, maar zo is Weert, dat is toch ook een prachtige gemeente. Geweldige gemeente, er werd veel gedoe. Het is een mooie gemeente, mooie ligging. Ik ben zelfs tegenwoordig op de fiets, dus dan kun je zich in de berg tegen. Dus dat geldt dan wel. Best wel afgevallen, jong. Ik ben bijna een dikke 12 kilo kwijt. Goed zo. Ja. Ja, ja. Goed zo. Zo huurt dat dan wel. Ja. Nee, maar ik vind je, de straalt helemaal. Ja, dat is het geluk straalt van de gaaf. Het geluk straalt van de gaaf. Raak me even wakker, misschien ook een beetje geluk. Doe niet geer. Hé, maar ik ben een paar keer weer geweest. Heb ik door in het industriegebied wat door langs de autobahn. Fantastisch, kerel. Ja. Het is echt een booming gemeente. Het is een echte booming gemeente. En dat betekent ook dat er druk kunt. Nilling op de werkgelegenheid, maar ook op de huisvesting. Hè. Er moest ook de lui die daar komen werken. Ook kinderhuisvesten, mooie opgave. Een leuke binnenstad. Dan kunnen we nog het aan duien dat nog levendiger werd. Ja, maar een grote kermis. Hè? En een super kermis. Ja. Ik heb dat nooit geweten. Ik bedoel, ik vond de kermis van Heerlen vond ik wel aardig, maar dat geeft alle proporties te buiten. Dus in september, grote kermis in Weert. Goed, nou is er nog reclame gemaakt. Schot hoor. Adieu, hoor. Fijn gesproken te hebben. Adieu. Nog een man. Afé, hallo. Ik ben de Romein van Heerlen. Ik ben nu niet in mijn huid gekropen voor de Romein. Maar binnenkort wel. Je bent nu even op vakantie. Ik ben nu even op vakantie. Ja. Dus ik ga ervoor. Ik ben er binnenkort als Romein. En zeker ook nog eens een keer met 25 augustus wordt het gemeentehuis geopend. Dan zijn we hier met de stadsruis Lucius. Goed zo. Wij komen eraan. Goed zo. Aanvallen. Avé. Salve, gegroet. Ja, beste kijkers, dat was het dan weer. Smullen met Wim. Ik ga op vakantie, maar niet ver weg. Fijn in het zand, in eigen land. Dat is het mooiste wat er is. En het weer er nog een beetje mee zit, wat wil je nog meer? Ik wens u allemaal een hele fijne vakantie toe. Maak er wat moois van, geniet ervan. Ga lekker in de tuin zitten of ga een dagje ertussenuit. Doe wat, maak het gezellig in de familie. Haal wat oude herinneringen op, koester dat. En wij zien ons weer 30 augustus. Adieu, smullen met Wim. En nu ga ik op vakantie. Tjus!